overname bij het MMC heeft de volgende overzichten opgeleverd. De totale schuldpositie per 17 juli 2020 wordt onderverdeeld in 14,7 miljoen SRD, 1 miljoen Amerikaanse dollar en 72.000 euro. Dat brengt ons op een totaal van 42 miljoen SRD. Deze schuld kunnen we onderverdelen in binnenlandse leveranciers, 1,9 miljoen SRD, 17.000 Amerikaanse dollar en 15.000 euro. Aan buitenlandse leveranciers, 902.000 Amerikaanse dollars en 56.000 euro. Verder, de totale externe projecten waren 12,8 miljoen, onderverdeeld in 3,2 miljoen voor COVAP en 9,6 miljoen voor de bouw van het streekziekenhuis Atjuni. Verder constateerden wij een schuld bij de banken, twee banken, van 2 miljoen SRD met een maandelijkse rente van 87.500 SRD. Ook was er achterstallige betaling van medische specialisten, Nederlandse medische specialisten, van 30.000 euro. Voorzitter, de declaraties van het ziekenhuis voor COVID-19 is 2,8 miljoen SRD bij het SZF. Tijdens COVID-19, misschien geloven vele mensen het niet, maar COVID-19 heeft wel ervoor gezorgd dat de reguliere opnames zijn verminderd. Tijdens COVID-19 declareerde het ziekenhuis 1,9 miljoen per maand. Dus van 2,8 naar 1,9. Maar gelukkig heeft de regering Santokki-Brunswijk in augustus 2021 een aanpassing doen plaatsvinden van het lichtdagtarief, waardoor het ziekenhuis nu gemiddeld 3,9 miljoen SRD kan declareren. Voorzitter, verder hebben wij sinds juli 2020 na overname geïnvesteerd in specialistische dienstverlening. En wat is geïnvesteerd? Ongeveer 5 miljoen SRD, 52.000 Amerikaanse dollar en 124.000 euro. Dit alleen om de specialistische dienstverlening in het Moongra Medisch Centrum tot de dag van vandaag te garanderen. Voorzitter, er zijn nog een paar zaken geconstateerd. Een voormalig directeur van het ziekenhuis is in staat geweest om met voorschotten van het SZF zonder feitelijke declaraties ruim 63 miljoen SRD te innen. Er is door de voormalige directie een schuld van 905.000 Amerikaanse dollars opgebouwd bij een lableverancier. En dat is ook zo overgenomen. De opgebouwde binnenlandse crediteuren zijn ruim 1 tot 2 jaren niet betaald. Hoe zwaar dan ook nog voor deze regering de dienstverlening stopgezet. Het is nog de goodwill van enkele leveranciers om zaken te leveren. Elke maand, voorzitter, werden er gelden gestort op de rekening van het Moongra Medisch Centrum, maar niet ten behoeve van het Moongra Medisch Centrum. Uit de administratie, na onze evaluatie blijkt, ruim 1 miljoen SRD per maand, welke bestemd was zogenaamd voor het Moongra Medisch Centrum, besteed te worden aan diverse projecten. En ik ga ze hier noemen. Opzetten, verbrandingsovens, COVAP, Atjuni Ziekenhuis, renovatie van huizen van verschillende ministeries. Dus, de conclusie, Moongra Medisch Centrum werd, net als het SZF, ingezet door de regering om externe projecten te financieren.